vraag je vast af, Dion, waarom lig je nou op de grond? Nou, ik probeer dood te spelen, net zoals mijn kanaal. Want mijn kanaal was ook dood. Maar ik heb leuk nieuws. Ik ga weer uploaden, denk ik. Ja, in ieder geval, ik ben weer levend. Ik ga vandaag iets heel erg leuks doen. Samen met jullie kijkers en Ilse achter de camera. We gaan vandaag jullie kijkers onze dag laten bepalen door middel van de Instagram polls. Ik ben benieuwd. En ja, laten we beginnen. Let's go! Ja. Recht zo die gaat! Recht zo die gaat, die kant op. Oké, okay, de allereerste poll voor straks, want we zijn nu op het NDSM-werf. We gaan straks naar Amsterdam Centraal. En dan is ook de vraag, moet Ilse straks zingen op de Dam? Lijkt me wel leuk. Dus laat het even weten in de poll. Oké, okay, jullie hebben dus mazzel gestemd dat ik moet gaan zingen. Ben ik ook echt super tevreden over, dank jullie wel. Maar goed, wij gaan zo meteen zingen. Nou ja, ik ga zo meteen zingen, hierachter. Dat is mijn podium wat ik heb uitgekozen en dat gaan jullie zo meteen zien. Dus moet maar, hè? Let's go! Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen. Krak, zei de paddenstoel met een diepe zucht, allebei de beentjes hopla in de lucht. Hey. Ik vond het super tof. Ja. Echt genoot. Iedereen vond mijn optreden ook super tof, denk ik. Iedereen zat te klappen en te juichen en te doen. Even kijken hoor. Zie je? Ja. Fantastisch. Het is fantastisch. Iemand heeft ook gehoorbeschadiging, geloof ik, maar het maakt niet uit. Hè? Let's go. Oké, we hebben weer een nieuwe voor jullie. Moeten wij het komende half uur, want het is nu 4:15, moeten we dan gaan achteruit gaan lopen of gaan huppelen? Laat het even weten. Gaan we een half uur achteruit lopen of gaan we huppelen? Nee, wacht. Hoe huppel je? Wacht even, ik kan niet meer huppelen. Maar we gaan dus huppelen. Dus met 52% van de stemmen gaan we huppelen. Let's go. Een half uur lang in deze hit. 27 graden. Nou ja, daar gaan we. Oké, en jullie mogen ook bepalen wat we gaan eten. Wordt het een pizza of pasta? Of wordt het friet met een snack? Het is allebei slecht, maar stem maar even hieronder. 17:42. We gaan nu eten. Jullie hebben ook gestemd voor pizza. Dus, we gaan er één huppelen. Heb je er zin in? Hey, oh. Oh, je moet huppelen. Maar wacht, je moet ook echt als je stilstaat, hè? Ja. Ik huppel mee. Ja, je huppelt. Oh, ja. Zo! Ilse! Ik ben bezig. Yo! Vind je het fijn? Nee, mijn voeten doet zeer. Mijn ook. We gaan zo bijna eten. Help ons! Oh. Even kijken hoor. Kan je dit zien? Nee. Ah, 18:17. Ja, dus we zijn aangekomen bij de Pizza Pasta Bar. 18:17, dus we hoeven niet meer te huppelen. Yes. Maar we gaan nu pizza eten of pasta. Ik kies pizza. Pizza pasta. Maakt niet uit, kom gewoon lekker naar binnen. Lekker eten. Veel te veel honger. Ik ga een tattoo zetten. Wat heeft de pol bevalt? Ja, een tattoo. Nee, ik vind het wel vet. Het wordt een hartslag met een cameraatje in het midden. Dus dat geeft aan, mijn hartslag biedt camera's. Het slaat helemaal dus, let's go jongens. Ja, is vet. Ga naar binnen. Wat vind je ervan? Ik vind het super vet. Ja, hè? Ja. Maar ja, het is wel echt een hele erg weer bepaald mijn dag. Zo, echt wel. Want gelijk heb ik deze video op mijn kanaal gelijk weer een tattoo. Dat wordt nog heftig. Ik ben gespannen. Kijk,
Ik ben een man, dus ik ben er klaar voor. You're ready for this. Ja, nee. Het was spannend. Maar het... Hier, mijn pols. Mooie hartslag met een cameraatje. Dat is wel vet. Ja. Ik vind trouwens wel dat jullie even een blowdownje omhoog moeten doen voor dit. Vind ik ook. Ja, ik bedoel, dit is mijn eerste video op YouTube weer, dan gelijk je tattoo zetten. Echt gekke werk. Goeie comeback. Ja, nogal. Okay. You ready? Ja, yeah, I think so. Vet. Lekker man. Ja, dat is wel heel vet hoor. Yeah. Sorry, ja, ik ben wel even stil van hoor. Dat is echt vet. Nee. Nou dames en heren, dit was dan de dag dat jullie hebben bepaald via Instagram wat we moesten doen. Ja. Eindigde gewoon met een tattoo. Ik ben eigenlijk best wel zo van wow, oké. Ik had helaas geen helix gedaan. We hadden geen tijd meer voor. Nee, wat we hadden een keer doen, we een andere keer een andere video van haar. Komt vast wel. Ooit. Maar we zijn maar, wel moe van echt huppelen zo, echt en alles. En, hoe lang zijn we pad al? Lang? Heel dagje. En heel de zon dag. Gaat ook onder hiernaast. Heerlijk. Heerlijk. Ziet er hartstikke mooi uit. Dus, Vond je het vet? Vooral dat ik ook dit heb gedaan. Dan doe even een blauw duimpje omhoog, absoluut. Abonneer. Dat verdient nu, vind ik. Hier beneden vind ik en ook. Volg ons allebei dus ook haar. Linkje in de beschrijving. Instagram. YouTube, en dan Snapchat, zien Twitter. Wij jou de volgende keer. Ja, toch? Oké. Nou, tot de volgende keer. Doei. Doei. Hallo meneer. Nee, grapje. Wat heb je een mooi pak dubbel fris in je handen? Mooi dag. Hashtag mooi, no spon. Hashtag poniem, hè? Hashtag poniem. Heb je een probleem, poniem? Nee, suplap. Oh, wat een mooie zon. Oh,